PSV, ja, we kunnen het hebben over de vele afwezigen. Maar zij die spelen, daar gaat het om. Dat zijn Mvogo, Max Gutierrez, daar voor de tweede keer. Centraal achterin, TZ Mauro Junior, ook niet helemaal. Gakpo, Doan en dan Veerman, Carlos Vinicius, Saavi voorin. Geen al te veel wijzigingen bij Willem II. Jensen voor de zieke Heerkes en Kabangu voor de niet geheel fitte Jizz Hornkamp. Bonuspunten zijn het halen voor Willem II. Als je kijkt naar de statistieken, de laatste 32 wedstrijden heeft Willem II hier niks gewonnen. 30 keer winst voor PSV, 2 keer gelijk. De laatste 18 wedstrijden op rij gewonnen, PSV hier thuis. De trap van achteruit van Sangaré. PSV zet meteen aan, komt hier tot de eerste kans. Jawel, het is meteen raak. Zo, geen halve maatregelen. Meteen maar toeslaan. In de tweede minuut. Doan is de man die het laatste tikje mag geven. En dat laatste tikje van Doan is een dreun voor Willem II. Dat natuurlijk wel moet uitkijken voor doelsaldo en dergelijke. Gakpo, Max, Doan. Zo ging dat dus. En zo ging dat wel heel erg makkelijk. Overleg tussen Kamphuis en Van der Graaf. Dan zou het buitenspel moeten zijn geweest. Van Vinicius, maar ja. Het is aan Kamphuis. Die heeft gekeken en die zegt, ja, het is toch een doelpunt. Ja. Hij stond wel buitenspel, maar Kamphuis gaf al aan. We gaan nog daarheen, we gaan nog daarheen, we gaan nog daarheen. Daar heeft hij gelijk in. Het is een doelpunt. Weer Max. Weer heeft hij behoorlijk wat ruimte. Daar moet eigenlijk Nunnally of Keulen in de weg lopen. De paal helpt. Ha! Wat een uithaal. Deze goede paas, hard. Slaat wat mensen over. Doan. Mauro Junior. Aardige kopbal. Binnenkant paal binnen. Doelman staat erbij. Wordt verrast. PSV op 2-1. Gakpo. Hij raakte de paal al. Met de voet. Ja, het is een mooie aanval van PSV. Vellenreuter verrast. De tamar op. Mauro Junior. Pracht van een voorzet. En Vellenreuter denkt van, dat komt wel goed. Die loopt er op zijn gemakje naartoe. Kijk, ha, en dan ben je geklopt. Max, Saavi, en wat een ruimte. Nou, die gaat uithalen. Het is een spits, hè? Ja, natuurlijk. Op de vuisten bij Vellenreuter. Doan. In één beweging drie man kwijt. Ja, dat is mooi. Combinatie met Saavi, die lukt niet. Maar als PSV even een verstellingje hoger gaat, dan wordt Willem II zo uit elkaar gespeeld. Gakpo, buitenkantje. Oh, Vinicius, die doet zichzelf pijn. Daarbij. De doelpaal gaat hij zitten. Ik denk dat hij last heeft van, ja, daar wijst hij ook naar, een hamstring die het niet meer doet. Hij, u weet het, het schoot erin. En het schiet er dan pas weken later weer uit de troost. Omdat ze het allebei wel weten. Ontroostbaar is hij. Bruma erin. Veerman. Mauro Junior.
goede versnelling, goede actie en uitstekende ingreep moest er ook komen van Wellenreuther, die boos is op alles en iedereen. Is ook de adrenaline die uit de oren spuit. Hij zet het op een lopen. Bouwer Junior één man en dan ook de tweede kwijt. En dan ja, is het verleidelijk om het hier vandaag zelf te proberen Wellenreuther weten te voorkomen. Het was Jensen die bal wegwerkt. Svensson. Tzadiki. Daar zit wat in. En daar komt wat uit ook zeg. Lunnerly. Dat is de man die altijd scoort tegen PSV. Want dat deed hij in Tilburg ook. Uit het niets doet Willem II weer mee. In de wedstrijd waarin het eigenlijk volkomen kansloos lijkt. Maar zo is het. In ieder geval qua stand niet. En dan hier de ruimte die... toch wel groot. En Lully die wijst is absoluut geen buitenspel, want daar staat nog deze. En wordt de Mbogo toch behoorlijk verrast. Ja, het is goed gedaan. Mauro Junior. Balletje binnendoor. Gakpo doorgelopen. Sadik. Gakpo zelf met de hoekschop. Binnenschuiven en dan wordt het alsnog 3-1 op vlak van rust. Het was eerst Veerman. Die bal raakte dan Sahavi als een echte spits. Staat hij waar het te doen is. Ook in de dubbele cijfers voor hem. Komt op 10. Nunnally buitenom. Nunnally. En het is 3-2. Ik denk dat deze telt. Jazeker. Een vogel met het handje. En dan Kamangu als een echte spits erbij. Dat is een derde van het seizoen. Ja, je kunt er ook te makkelijk over denken. Op het moment verschiet is het geen buitenspel. Dus er hoeft niet te lang over nagedacht worden. Deze staat. Dan wordt het toch weer een wedstrijd. Het weer een marge van 2, tenzij de vlag omhoog gaat en die gaat omhoog. Dat leek mij ook al. Paas van Veerman op Roema. Dus ik denk dat deze niet doorgaat. Nee, dit is duidelijk zichtbaar. Goed geconstateerd, dus het blijft 3-2. De bal is lang onderweg. Wellenreuther blijft staan en dat levert dit volgende misverstand op. Dammers hier wat verwijten. Kijk, bal is inderdaad lang onderweg. En dan komt Wellenreuther en die staat daar op de penaltystip te staan. Ja. Geen werkoverleg, denk ik, tussen de twee heren. Ongelukkig landen, ja, dat kan heel pijnlijk zijn. Hij was al niet helemaal fris voor deze wedstrijd. Het was een vraagteken, stond erbij. Maar hij speelt door de wedstrijd gewoon weer keurig uit. Hier, Bruma vrij. Wellenreuther weer heel ver uit het doel. Maar dit keer is het Dammers die hem voor de lijn wegschopt. Het is ook buitenspel uiteindelijk. Dus het hoeft allemaal niet. Hier is het buitenspel. Vlag dan meteen. En wie is er eerder? Wellenreuther min of meer.
En Gakpo, die verstandig ook niet echt doorloopt. Veerman, ja, dat met de binnenkant voet, we kennen het van hem, dat hij dat op die manier probeert. Maar ook het mikken is hem wel eens beter afgegaan. Een merkwaardige wedstrijd waarin Willem II de huid zo duur mogelijk heeft verkocht, maar het zat ook niet mee. PSV 4, Willem II 2.